We kregen heel vaak de vraag, is het niet mogelijk om een keertje te slapen in de dierentuin? Het heeft toch wel iets magisch. En toen hebben we eigenlijk afgelopen coronatijd aangepakt om iets tijdelijks neer te zetten. En dat is eigenlijk deze pop-up camping geworden. We staan inderdaad aan de rand van het dierenpark. Je zit wel tussen de dieren, maar je ziet de dieren 's nachts niet. Je hoort ze wel. Maar het is wel een afgeschermd terrein in principe. Dus we kunnen hem 's avonds ook afsluiten, zodat mensen 's nachts niet gaan lopen dwalen in ons park. Nou, de tenten zijn prachtig, maar het gaat natuurlijk om de dierentuin. Dus we nemen de mensen ook het park in op een tijdstip dat niemand anders het park in mag. 's Avonds in de schemering. En dan laten we rondleidingen plaatsvinden waar mensen kijken naar nachtactiviteit en slaapgewoontes. Ja, als je met rondleidingen door het park loopt, zullen er ook groepjes staan die bij de leeuwen gaan kijken. Bij de familiegroep met de welpjes. En dan zien we of ze wel rusten of dat ze even een beetje wakker zijn en met elkaar spelen of dat verblijf kennen.